is. En dan pak ik nu even een ander doek. Alleen daar moet nog een pushpin in geslagen worden. Hier. Oh, nou ja. Ik ga toch in deze kleur aan de gang. Dus, tada! Ik leg hem er gewoon op. Ik had voorheen zo'n brede hamer. En dan kon je echt ook dus een rondje maken op je doek. En dan bad zo. Pets met je hamer zo. Bam, bam, bam. Maar ik denk als je dat met deze doet. Sla je denk ik het doekstuk. En hij is te klein voor dat effect wat je dan wil bereiken. Ik doe even meteen even die ronde. Al denk ik als ik een beetje verf. Oh, ik heb geen handschoen aan. Een beetje verf er nog bij ligt, dat ik een heel mooi dip effect kan maken. Maar dat heb ik al in een video. Ja, als jullie deze zien, hebben jullie die video lang gezien. Ik moet hem nog editen, maar dan hebben jullie hem inderdaad al gezien. Dat zou ik nu theoretisch ook kunnen doen, omdat er zoveel verf op ligt. Maar ja, er ligt ook die dingetjes liggen erbij. Dat is ook het linken. Je zag mij in de vorige video dat ik dingetjes uit het doek haalde wat in het verf zat. En dat heb ik natuurlijk hier opgelegd. Dus als ik nu dit verf ga gebruiken, is de kans groot dat die dingetjes er weer in zitten. Maar ik ga het wel voor de randen gebruiken en als ondergrond dat het verf dus goed glijdt erop. Dat je, daarom dus is het gewoon verstandig om altijd, al is het een dun laagje, maar een laagje verf erop te hebben. Als je de föhn gaat gebruiken, moet het geen dikke laag zijn. Het moet nooit een dikke laag zijn, maar ik bedoel... Zo, we praten gewoon te snel. Als je de föhn gebruikt, moet je gewoon met dunnere lagen verf. Moet je dan gewoon aan de gang gaan. En anders natuurlijk met de bekende warme honing die van je stokje glijdt. Nou, ik heb dus nu hier een laag erop gezet. En waarschijnlijk is de kans groot dat als ik in mijn tijdens het editen denk... Oh, muts, had inderdaad wat erbij gelegd en je had iets moois gehad. Ja, je kan zo snel wat mooie dingen maken, maar ja... He, ik ben dit begonnen om jullie op ideeën te brengen wat je hiermee kan doen, hoe je het kan doen. Al heb ik de föhn al een aantal keer laten zien, maar ja, ik moet er zelf ook plezier aan beleven. Heb ik ook altijd hoor. Ook als het mislukt, want ik ga ook net zo lang door, soms zelfs off camera, totdat ik tevreden ben. Nou, we hoeven niet in bekertjes wat te gaan doen. Ik ga, wat ga ik doen? Ik ga een sliert maken. En die sliert ga ik uitblazen. Oké, nou, ik denk dat er nu wel genoeg ligt om... Ja, want eerst dacht ik, dan blaas ik de ene kant die kant op en dan weer terugblazen. Maar ik denk dat het nu beter... Even denken. Ga ik hem inderdaad zo, zo en dan weer terug? Of doe ik hem alleen maar... Nee, dan had ik hier een laag verf moeten doen. Want dan had ik deze verf hier overheen kunnen slaan en dan kan je het terugblazen. Maar nu is dit gelijk en heb ik alleen maar in het midden een dikke laag verf. Dus daar moet je ook op letten met de föhn. Dat als je het inderdaad de ene kant op wil en de andere kant dan terug, dan zal deze kant dan iets dikker moeten zijn om er ook over... Dan blaas je, laat maar zeggen, als je hier wat meer verf hebt liggen, dan blaas je dat over wat je dan niet... Dus die sliert, laat maar zeggen, die ik hier heb liggen, dan doe je wat meer verf wat dan hier ligt, blaas je dan eerst over die sliert heen en... Dan is die dikkere laag over die sliert, dus meerdere lagen verf bedoel ik dan, hè? Dus niet dikke verf, meerdere lagen verf. Dan blaas je, laat me zeggen, over deze sliert, dan ligt die dikkere laag verf hier en dan blaas je het terug. Maar dat gaat nu niet, want ik heb nu maar één strook dikke verf. Dus ik moet nu even nadenken, blaas ik het zo en weer terug? Of doe ik, ja, want zo ligt het denk ik te weinig. En ik ga nadenken. En dan is het geen goed teken als ik nadenk. Nou ja, ik ga gewoon beginnen en we gaan het zien.
krijg je dus cellen dat het dus dunnere verf is, voornamelijk. Maar... nee. Ik ga er gewoon weer wat bij gooien. Waarschijnlijk weet ik nu al, als ik aan het ernstigste ben, dat ik denk, het was nou gestopt. Het was zo mooi. Ja, yeah, I know. Komt ie weer. Dit is nu wel heel mooi, maar er zit volgens mij een te dichte laag verf op. Even checken. Want ik vind hem wel heel mooi trouwens. Dus aan de ene kant denk ik, wilde ik hem terug blazen. Maar ik weet nu als ik dat ga doen, voor mij komt het niet eens echt goed over op het scherm. Maar ik weet nu al, als ik hem nu terug ga blazen en als ik hem nu te veel ga bewegen, dat ik spijt ga krijgen. Dus. Dat gaan we dus niet doen. En ik zie allemaal cellen tevoorschijn komen. Alleen. Ik ben niet blij met het hoekje. Hoe ga ik dat hoekje oplossen? Oeps. Alleen het hoekje, hè, doe ik. Het hoekje vond ik niet mooi. Nou wel. Wauw, tering. En nu komen er dus hele mooie celletjes. En dat komt echt dus door, door de feun. En door de dunnere verf. Maar dit is echt, de cellen zijn alleen maar door de föhn. En je kan het zien in de vorige video. Dit zijn exact dezelfde kleuren. Ik heb alleen hier, nu met de föhn, voornamelijk... als ik twee tel die iets dikkere verf, laat maar zeggen. En voor de rest heb ik alleen maar de dunne gebruikt. Dus net als in die andere. Oh nee. Heb ik nou daar een hoekje waar nou niet... genoeg verf zit. Oh nee, hè? Ja. En dit is nou jammer, want hij is echt prachtig. Maar hier zie je nu het canvasdoek er doorheen komen. Ja, en dat vind ik gewoon erg niet mooi. Maar ik vind hem voor de rest wel heel mooi. Dus nu ga ik hem heel voorzichtig... heel langzaam bewegen, zodat je dat bewegen niet ziet. Kut. Ah, wat is dit jammer. Maar ik weet nu, als ik dit niet nu hier iets mee doe, dan krijg ik daar spijt van als die droog is. Maar als ik hem nu te veel beweeg, krijg ik er ook spijt van. Oh, shit. Waarom is er nou de laatste tijd elke keer weer een dingetje? En I know, ik ben te kritisch, dat had ik dan niet moeten doen. Maar dit stoort mij als hij droog is. En buiten dat, ik zou toch het ook wel leuk vinden als ik hè, weer, net als voorheen, want vorig jaar dan niet, maar het jaar daarvoor verkocht ik toch aardig wat doeken. En... ik kan niet een doek verkopen waar ik zelf niet achter staat. Het is alleen wel altijd opvallend als mijn vriendin komt. Daar ben ik nu bij, ze 51. Shit, dat kan ik niet eens rekenen. 51 min 8 is 43 jaar vriendin mee. En altijd als ze komt, doeken waar ik dus het minst tevreden over ben, vindt zij geweldig. Ja. En hè, dan kan ik inderdaad zelf een doek daar niet mooi vinden. En een ander wel, dan, hè, dan kan je het nog verkopen. Maar niet zou ik dus dit, als ik dit niet wegwerk, kan ik dit doek nooit verkopen. En zet ik hem ook niet neer, want ik heb geen plek meer
Het ruimt ook nog. Oh shit. Kijk, zie je? En dan zie je hier toch dat het doek bewogen is. En dat is gewoon niet mooi als je de föhn gebruikt. Zie je? Hier bovenaan, daar zie je dat het doek bewogen is. Hier zie je het minder, maar daar. Ja. En dan moet ik even heel goed kijken of ik hem terug kan krijgen en of dat het me storend is. Waarschijnlijk niet, alleen dan heb ik zoiets van, dan is dat effect wat ik had, dat föhn-effect wat ik had, dat is er dan dus niet meer. Maar ik denk als ik hier overheen nog een keer ga met de föhn, denk ik dat ik toch echt wel mezelf voor de kop sla tijdens het editen. Nou, als we dan toch nog aan het bewegen zijn, zie ik hier ook een plekje waar wat minder verf zit. Nou ja, dan is het maar een combinatie met de föhn en het bewegen. Dus je ziet het ook, je kan dus ook allerlei technieken door elkaar gebruiken. Dat doe ik natuurlijk wel vaker. Vooral als, als ik niet tevreden ben. Ik ga nu wel stoppen, want anders is dat hele föhn effect weg. En nu zitten er toch nog wel een groot aantal föhn. Dus daar zie ik dat het duidelijk gekomen is door de föhn. En het is voor mij ook een leerproces om toch het niet opnieuw te doen. Normaal had ik het zo lang gedaan. En met editen denk ik, oh, wat heb ik gedaan? Ja, de randen ook even meenemen. En dat goudje tussendoor is zo mooi. En het paars ook trouwens. Oké, ik vind hem genoeg. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot een volgende video. Oh, hij is echt in het echt. Shit, ik zit helemaal onder. Nou ja, bedankt. Doei! Zo, die klinkt wel heel enthousiast. Even opnieuw. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video en een vlog. Doei! Ik wil zeggen fijn weekend, maar ik weet niet wanneer je dit ziet. Doei!